Wat er nou precies van waar is, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Op 22 december 2019 raakte Mercedes in het water in de ijskoude Nieuwe Maas in Rotterdam. Uit de auto klimt Fabian E. de kade op en stort zich druipnat op de motorkap van een vrijend stel dat zich doodschrikt. Fabian is onderkoeld en ernstig gewond. Pas eigenlijk uren later heeft hij verteld dat er nog iemand in de auto zat. De verdachte zegt, we kregen ruzie in de auto en ik heb gewoon mezelf verweerd. Nou, dat heeft hij dan kennelijk wel heel erg woest gedaan, want 26 steekwonden, 35 snijwonden, die loop je niet zomaar op. Grote vraag is dus, wat heeft zich daar afgespeeld? Ondanks de bizarre situatie houdt het OM Fabian verantwoordelijk voor de dood van de vrouw Irina. Alleen zegt zijn advocaat dat het die bewuste nacht tijdens het rijden juist heel anders gaat. Mijn cliënt heeft aangegeven dat ze op één moment zodanig geagiteerd, zodanig boos werd dat het mes wat aan de passagierszijde in de deur lag, heeft gepakt en hem in zijn hart had gestoken. Hij heeft vervolgens gezegd, tijdens dat ik werd gestoken daar, heb ik dat mes weten te overmeesteren en heb ik me verdedigd. Dus heb ik teruggestoken. Al rijdende, terwijl hij dus zichzelf probeerde te verweren, alle messteken in zijn hart had, heeft hij het niet voor elkaar gekregen om de auto op de kade te houden. Voor de nabestaanden van Irina is het een loodzware dag. Mijn cliënten wil dat die rechter heel goed kijkt naar alle feiten en omstandigheden. En als je dat doet, dan is er zoveel. Dat spreekt voor het scenario dat meneer haar dochter om het leven heeft gebracht. Het alternatieve scenario van het Openbaar Ministerie is dat hij haar van tevoren om het leven had gebracht. Vervolgens zichzelf met een mes in het hart steekt. Dan met hemzelf en het slachtoffer de Maas inrijdt. Dan kennelijk ervan uitgaat dat hij dat allemaal zou overleven. En dan de politie belt. Ik vind dat nou juist een zeer onwaarschijnlijk scenario. Als je dan kijkt naar de eerdere incidenten die er zijn geweest met meneer, dan zegt mijn cliënt, ja, deze meneer is schuldig aan doodslag en die behoort daarvoor gestraft te worden. Clarisse, welkom. Het is wel inderdaad een nogal gekke zaak met heel veel losse eindjes zitten erin. Wat is er vandaag allemaal besproken? Nou, die zaak die begon zoals elke rechtszaak begint. Die begon al te laat, 2 uur te laat. Dus die is ook enorm uitgelopen. En dat betekent dat vandaag dus ook niet de officier nog aan het woord is kunnen komen met de strafeis. En dat we die morgen pas weten. Ja, deze Fabian E. is veel aan het woord geweest om zijn verhaal te vertellen. En ja, wat vaststaat in ieder geval is dat zij samen wat hebben gedronken in een café, vervolgens in de auto zijn gestapt, dat daar ruzie is geweest, dat ze allebei gestoken zijn en dat ze in het water zijn beland. Dus dat is wat vaststaat. Maar wat daartussen is gebeurd, wat daar zich in die auto heeft afgespeeld, wat je ook in het filmpje hoort, ja, dat is heel lastig. Er zijn verschillende scenario's nodig. En de vraag is natuurlijk wat meest, ja, waarvan de rechtbank gaat zeggen, dat vinden wij het meest waarschijnlijk. Maar het is wel een verschil met, kijk, hij heeft 1 steekwond, heel erg. Zij heeft 26, meen ik, of zo. Ja. Dat is zo'n groot verschil. Ja, steekverwondingen heeft zij. Hè? En ze heeft 6 wonden, weet je, steekwonden waarmee je iemand kunt doden. Maar dat zijn er natuurlijk heel veel. Kijk, je kunt zeggen, als jij gestoken wordt bij je hart, dat je dan misschien, als je dan uithaalt, dat je meer dan 1 keer uithaalt door wat er gebeurt. Schrik of zo. Uit hun zelfverdediging, uit een totale paniek, dat zou kunnen. Maar wat de advocaat van haar aangeeft, Richard Korver, die zegt, ja, zij was een kleine vrouw, weet je. Zij wilde hem helemaal niet dood hebben. Daar is helemaal geen verhaal voor. Dus ja, het gaat er toch een beetje om die omstandigheden daaromheen. Er zijn telefoongesprekken afgeluisterd. Daar zou te horen zijn geweest dat hij een mes had meegenomen. Nou ja, als je dat hebt meegenomen, dat kleurt dat die situatie natuurlijk in. Daarvan heeft zijn advocaat vandaag gezegd, we kunnen dat niet goed horen op die telefoongesprekken. Dus het Openbaar Ministerie moet morgen die telefoongesprekken nog duidelijker laten horen, om te laten horen wat hij er nou precies gezegd heeft. Ik hoorde de advocaat van het slachtoffer iets zeggen over DNA. Dat er DNA op het mes zou hebben gezeten. Niet van haar, maar van hem. Ja, dat is natuurlijk wel raar. Ja. Weet je, als zij het vast heeft gehad, dan moet haar DNA erop zitten. Want zijn DNA zat er wel. Maar hij heeft toch dat mes in zijn lichaam gehad, toch? Ja. Dat moet toch iemand hebben gedaan? Nou ja, dat is natuurlijk ook de vraag. Heeft hij dat niet zelf gedaan? Ja. En dat is ook onderzocht, die vraag. Hoe waarschijnlijk is dat? En daarvan zegt de deskundige, het is net zo waarschijnlijk dat hij dat zelf heeft gedaan, als dat iemand anders dat heeft gedaan, dat zij dat heeft gedaan. Of als je het mes in je hand hebt, je rijdt met je auto het water in, of je komt met de auto in het water, dat je... Ja. Dat je misschien bij de crash... Ja, het is zo onwaarschijnlijk dat als zij hem in het hart steekt, dat je het dan eruit haalt. Ja. En dat je dan daar nog de energie hebt om iemand... Dat je ook gewoon door blijft rijden. Ja. En dan vervolgens maar in de auto gaat lopen. Dat vind ik ook gewoon een rare reactie als je net in je hart gestoken bent. Kijk, ja. dat het zo onlogisch lijkt, daar is natuurlijk een rechtszaak voor. Gooit eruit. Ja. Ja. Maar het is misschien dat er morgen nog wat meer duidelijkheid komt.
Maar dat het een vreselijke zaak is. Die moeder van haar was er ook. Een moeder uit Oekraïne vandaag is overgekomen. En die heeft haar de hele dag de meest verschrikkelijke dingen aangehoord. Want je hoort dan dus in één keer wat er met jouw kind is gebeurd. Ja, dat wil je allemaal niet weten. Het feit natuurlijk ook dat iemand daar op die kade strompelt. En dan voor jou gevoel natuurlijk veel te laat zegt. Ja, maar er lag ook nog een vrouw in die auto. Veel te laat. Uren later, inderdaad. Ja, verschrikkelijk. Ja. En dan was hij misschien verward en dronken. En ik weet niet, of natuurlijk ook in shock. Dat zal wel. En dat zij zegt, hij heeft, weet je, door haar te doden ook mij gedood. Ja. Weet je, we zijn, dus het is vreselijk. Morgen gaat het verder. Ja.